Ten eerste, het is echt een mega rommel en daar zien jullie helemaal niks van. Ten tweede, het is hier echt heel erg warm, maar het raam kan niet open, want het regent elke keer. En ten derde heb ik hier mijn eerste smoothie, die gemaakt is van spinazie, banaan, komkommer, citroensap en haverdrank. Ik ga nu proeven. Het ruikt wel lekker. De smaak is op zich wel goed, maar de structuur niet. Ik drink dat zo meteen wel op, heel snel. De bedoeling van deze serie Leven met Lipodeem is om mensen te vertellen over mijn ervaringen met lipodeem. Het onbegrip van de wereld, eigen hersenspinsels en het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik zou deze informatie toch niet van mezelf kunnen houden. Hey, hallo, het is vrijdag, dus weer tijd voor een filmpje. Zo, dat kwam er heel goed uit. Over lipodeem, want daar praat ik heel graag over. Nee, maar dat maakt niet uit. Misschien heb je mijn vorige filmpje gezien, van afgelopen woensdag. Toen ging ik met Dian uit eten en ik dacht, dat lijkt me wel een goed idee om daar wat over te zeggen. Mijn stem is trouwens niet helemaal zoals het moet. Want ook mensen met lipodeem gaan natuurlijk uit eten zoals iedereen. Ik ging pannenkoek eten, wil je nog wel een beetje een goede keuze maken. Ten eerste is het heel erg belangrijk dat je gewoon goed blijft nadenken en dat je daardoor een goede keuze maakt. Want waar je ook eet, je kan altijd een goede keuze maken, lijkt mij. Ik ging pannenkoek eten, dus dan is het op zich nog wel makkelijk, denk ik, dan dat je in een heel groot restaurant bent waar je echt heel veel keuze hebt. Maar als ik niet zou nadenken, dan had ik een pannenkoek met kersen en slagroom genomen. Oh ja, en ijs. Echt, dat is echt fijn. Heel erg lekker ook. Maar goed, ik heb gekozen voor een pannenkoek met appel, want dat is fruit. En ik dacht, dat is wel zo goed. Ik hou echt niet van een pannenkoek met uien en paprika en al dat gedoe. Dus ik dacht, dan hou ik het maar simpel. Oh nee, ik had appel en kaas trouwens. Ik moet niet gaan liegen. Ik probeerde dus naar te blijven denken, al dacht ik achteraf, oh, ik had ijs tegendronken. Er zat wel citroen in, dus misschien is dat nog een beetje goed. En we namen nog een ijsje na. Dat had ik misschien niet moeten doen. Maar ja, dat was al gebeurd voordat ik er weer eens bij na had gedacht. Als je na blijft denken en dan dus goede keuzes maakt, dan ben je dus bewust bezig met wat je in je mond stopt en wat je dan dus opeet. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, word bewust. Ik denk dat je ook al wel een hele grote stap hebt gemaakt, dat je al bewust bent van wat je eigenlijk aan het doen bent en wat je allemaal eet. Maar wat toch wat allerbelangrijkste is, vind ik, is dat je wel geniet op dat moment. Ja. Zelf hou ik heel erg van eten en ik wil er dan ook gewoon graag van genieten. Ja. En zoals dan die smoothie die ik hier naast heb staan. Nou, daar geniet ik nou niet echt van, moet ik zeggen. En dat vind ik dan wel gewoon jammer, want dan denk ik van, ik had ook wat anders kunnen eten, wat ik wel gewoon lekker vind. Maar goed, alles voor het goede doel. Zelfs het uit eten. Maar ik heb er wel echt van genoten en ik heb er ook wel goed over nagedacht. Want anders had ik dus die andere pannenkoek genomen, als ik nog wel iets lekkerder had gevonden, denk ik. Maar goed, dus als je uit eten gaat, blijf nadenken, maak goede keuzes, bewuste keuzes, maar geniet vooral. Dat is eigenlijk een beetje mijn boodschap van vandaag. Als je vragen hebt, stel ze dan gerust. Wie weet kan ik ze beantwoorden. Als je op de hoogte wil blijven van mij en mijn gepraat over lipodeem en over andere dingen, dan kun je abonneren op de rode knop hier beneden. En je mag een duimpje omhoog doen, of naar beneden wat je wil, maakt mij niet uit. En dat was dit per video. Bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend. Doei! Waarom doe ik dit ook alweer?